Fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Business Update. Het programma over bedrijven en ondernemers met de vaste onderwerpen deze week ook weer. De Zakenzap, we hebben de Business Agenda. We gaan innoveren met Martin Stor, de directeur van het Achterhoekcentrum voor Technologie. En we hebben natuurlijk de adviestip van Bonze Reuling, accountants en belastingadviseurs. En natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, hier aan tafel een gast. Een bekend gezicht, in ieder geval in het Doetinchemse. Pieter-Jan Helmink van Logisch. Pieter-Jan, fijn dat je er bent. We komen elkaar natuurlijk ook nog wel eens tegen in het zakencircuit. Maar fijn dat je nu hier aan tafel zit. Wat is Logisch? Is dat gewoon een reclameadviesbureau of is dat meer? Natuurlijk is dat meer van. Logisch, voorheen Logisch Premedia, voor velen bekend. Logisch is een full service, interactief reclame- en marketingbureau. Ja, maar dat je zegt voorheen Logisch Premedia, dat je dus ook de bedrijfsnaam een beetje veranderd hebt. Ja. Ja, veel mensen vragen mij ook van, was het nodig? Wij vonden van wel. We hebben de naam eigenlijk al 2 jaar in onze zak, zeg maar. Dus merknaam gedeponeerd in Europa, alle domeinnamen geclaimd. Het is ontstaan dat wij de naam te lang vonden. Premedia, ik ga nu niet vertellen, maar er staat heel ergens voor en achter. En, dus Logisch en Premedia, daar is ook over nagedacht destijds. Ja. Dat vonden wij niet meer passen. Ja. Nou, hoeveel jaar? 13 jaar inmiddels. Okay. Ja, dus 99 opgericht, als ik het goed zeg. Dus als je nu kijkt naar, wat wil je dan? Je wil ook niet je hele naamsbekendheid weggooien. Dus ja, wat ga je dan doen? Nou, Premedia wilden wij eraf hebben en we wilden eigenlijk liefst met Logisch aan de slag. Nou, dat wilden we eigenlijk met SCH doen, hè, zoals we het schrijven, gewoon Logisch. Want wij worden ook vaak door klanten dan genoemd, dan moet je Logisch bellen. Of dat heeft Logisch voor ons gedaan. Dus ja. In dat kader denken we, daar moeten we wat mee. Ja. Maar dat was bijna niet te doen. Dus hebben we gekeken, nou, we willen toch iets neerzetten, zeg maar. Dat het toch herkenbaar blijft, maar toch net even anders. Ja. Nou, en daar zijn we eigenlijk uitgekomen op Logisch. En met nog ondertitel, Logisch anders. Ja. Wat wel grappig is dat je in feite nu hebt gedaan wat je normaal voor de klanten doet. Ja, ik weet ook wat ik mijn klanten aandoe inmiddels. Dus het is een hele operatie. Want alles moest weg. Alles moest anders. Dus briefpapier, alles. De bedrijfsnaam, pennen. Alles anders. Alles is weg. Ja. En dan moet je kunt het ook niet gefaseerd doen. Je kunt niet in één keer zeggen van we gaan volgende week starten wij met een website of starten wij met een nieuw briefpapier. Want dat gaat niet. Dus we hebben het in één Big Bang moeten brengen. Ja. En als bureau hebben we het ook ontzettend druk. Maar zo doe je dat dus ook met de klanten. Dat betekent dat als je zeg maar met een andere naam of een ander logo, dat je dus echt een bepaalde deadline kiest. Vanaf die datum, tot die datum gebruiken we nog de oude spullen. Ja. En daarna echt helemaal afgelopen. Ja. Gaat alles in één keer om. Dat moet wel. Kijk, als je soms een nieuwe huisstijl introduceert, kun je nog een overgangsfase doen. Dus stel dat praktisch overweging. Maar bij een compleet nieuwe naam is het niet mogelijk. Ja. Nou, en wat we daar dus ook in doen is dat we voor klanten met name van begin tot eind de klant begeleiden. Dus we niet alleen dat we een logootje maken of alleen een websiteje maken. Nee, we zijn echt het totaal oplossende bureau. Ja. Wat van begin tot eind zeg maar het traject uit handen neemt. Oké. Okay. Maar daar hoorde dus ook een nieuw logo bij. Ja. Dit is hem geworden? Ja, logisch. Ja, er staat een leuk plantje voor me. Ik haal hem toch maar eventjes weg. Zodat we hem ook allemaal kunnen zien. Je bent er trots op natuurlijk. Ja. Ja, ik moet wel zeggen dat iemand zei tegen mij, oh, we vinden het zo mooi en een krachtig logo. En om heel eerlijk te zijn, ik heb hem al 2 jaar bij mij op de afzuigkap thuis staan. Dus ik begon bijna, jongens, we moeten nu echt over. Want we hebben op een gegeven moment heel veel concepten gedaan. En alles wat je natuurlijk voor jezelf wil doen, het is ons vak. Het is ons, dus ja, we wilden natuurlijk tot in de puntjes geregeld hebben. Ja. Dus, ja, als een reclamebureau voor mij een nieuw logo introduceert, dan hebben ze altijd daar een mooi verhaal bij van. Nou, wij dachten dat en dat en zo zit het bedrijf in elkaar. Ja. En daarom dit logo. Ja. Wat is het verhaal bij dit logo? Nou, het verhaal bij dit logo is dat we de naam moest krachtig en dingen gebracht worden. Het moet logisch zijn. Hè? Dat was het met SCH, maar het moet ook anders zijn. Dus daarom ook de naamgeving. En we hebben gezegd, we hebben eigenlijk 3 pijlers. Zeg maar. Er is communicatie, logisch, techniek en anders. Dus dat zijn eigenlijk 3 pijlers. We hebben 3 kernwaarden voor onszelf gedefinieerd. Want bij alles wat Logisch Premedia destijds deed en nu dus Logisch, wat Logisch doet, wat kunnen we overal opleggen? Nou, dat is dat wij iets logisch willen zijn. En voor Achterhoekse begrippen moet het moet een begin en een eind hebben. Het moet praktisch zijn. Het moet duidelijk zijn. Daarnaast anders. Wij willen toch net, niet alleen wij, maar ook voor onze klanten, het net even anders doen. We willen toch allemaal opvallen in onze markt. Ja. En niet onbelangrijk is dat technisch. En dan denk je, technisch bij mijn reclamebureau. Alles wat wij doen, nou, kijk bij jullie, wij kunnen hier niet zitten en mensen kunnen ons niet zien zonder techniek. Nee, en bij ons geldt hetzelfde voor websites, maar ook voor kleurechtheid, voor opmaak van brochures, geautomatiseerde opmaak. Nou, en daar is techniek eigenlijk de rode draad in alles wat wij doen. Ja.
Want alles staat bij jou vol met computers. Ja, en computers, servers, infrastructuur. Om bijvoorbeeld aan te geven, een DTP bij ons is niet alleen maar meer de DTP die een catalogus bijvoorbeeld opmaakt. Maar dat gebeurt in sommige gevallen compleet geautomatiseerd. Oké. Even iets heel anders, want we gaan straks even verder op het verhaal wat jullie nou precies allemaal nog meer doen. Ja. Als bedrijf en even over het bedrijf. Maar ik kom jou ook overal tegen. Is het zo, het wel? Business meeting points. En dan zie je dan wel eens de camera van Focus TV voorbij komen? Ja, die zie ik wel eens voorbij komen, inderdaad. En natuurlijk, ja, ik moet zeggen dat ik kom jou ook regelmatig tegen het van. Dus niet alleen in het echt, maar ook als ik zeg maar op Focus TV afstem, dan kan ik ook niet om jou heen. Maar ik was een beetje een bruggetje aan het maken, want we hebben daar een item mee. Dat betekent dat onze camera veel op pad is. Ja. En dan komt hij naar u toe, ondernemer. De ene keer wel, de andere keer niet. Maar hou hem in de gaten, want hij is gewoon op pad, die cameraman, om naar verschillende business meeting points, business clubs of service clubs te gaan, om het een en ander op de camera te zetten. En dat doen wij altijd in de Zaken-Zap. De CNV-leden bij bouwbedrijf Goldenwijk in Doetinchem hebben ingestemd met een sociaal plan voor de circa 70 werknemers die hun baan kwijtraken. De opzegtermijnen van de contracten worden gerespecteerd conform de bouw-CAO. Daarnaast krijgen ontslagen werknemers een budget van €2500 voor bemiddeling naar ander werk via een outplacementbureau. De ontwikkelingen bij Goldenwijk zijn tekenend voor de malaise waarin de bouw verkeert, stelt het CNV. De workshops van Regio Achterhoek in Winterswijk trokken donderdag veel belangstelling. Tijdens deze halfjaarlijkse ontmoeting lieten de werkplaatsen Achterhoek 2020 hun voortgang en resultaten zien. Het belang van deze bijeenkomst is dat mensen elkaar ontmoeten, dat organisaties elkaar ontmoeten en dat je op die manier samenwerkt aan een toekomst voor de Achterhoek. Vandaag zijn de mensen bijeen om te kijken, 1, wat is de stand van zaken? En 2, wat moeten we doen om een aantal van die projecten verder gefinancierd te krijgen? Meer kennis op verzamelen? Of welk leiderschap heb ik nodig om dat verder te helpen? Dus dat gaat nu aan de slag met elkaar. Om ervoor te zorgen dat die agenda ook echt uitgevoerd wordt, zodat die Achterhoek gezond en vitaal blijft. Ook deden zij een beroep op de deskundigheid en ervaring van aanwezigen om hun projecten verder te brengen. Ondernemers, ambtenaren en medewerkers van maatschappelijke organisaties konden bijvoorbeeld meedenken over de leefomgeving, het platteland en innovatieve en duurzame economie. Wat er bereikt is, is, dat zeg ik dan eens even vanuit de bibliotheken, is dat wij nieuwe wegen vinden om met andere partijen te gaan praten, om te bekijken of we goedkoper of beter kunnen werken. En dit soort bijeenkomsten levert dat ook op. Je komt altijd weer nieuwe mensen tegen en dan weet je opeens van, hey, daar kon ik misschien samen mee in één pand gaan zitten, zodat mijn huur goedkoper wordt. Of ik kan met iemand anders zorgen dat mijn vervoer verbeterd wordt van de boeken. Directeur Jan-Bart Wilschut vindt deze bijeenkomsten waardevol. Ook beantwoordde Wilschut de vraag wat de regio de laatste jaren bereikt had. Er zijn een aantal dingen, bijvoorbeeld heel belangrijk, dat was mevrouw van de provincie. We hebben de afgelopen periode een contract gesloten met onze provincie Gelderland. Daar gaat €15 miljoen in om, waarin we samen een aantal projecten pakken. Dat gaat van een winkelproject tot verduurzaming van de bestaande bouw. Dat gaat van projecten rondom de sociale kant van de Achterhoek. Heel veel verschillende dingen om aan de slag te gaan met die toekomst. Dat loopt al voor een deel. De innovatie in de zorg, daar zijn mensen al druk mee bezig. Maar we moeten een slag dieper. Want met die projecten binnen die financiering alleen redden we het niet. Dus er moet nog veel meer bijbedacht worden, doorgedacht worden en dieper gedacht worden om die transitie echt te pakken. En dat gaat vanmiddag voor een deel gebeuren, zodat we ook het komende half jaar weer gezond en vruchtbaar aan de slag kunnen met elkaar. Wilschut was het niet eens met de stelling dat de inspanningen van de laatste jaren amper resultaat hebben gehad. U moet daar in de komende periode veel meer gaan werken. Dat is net zo goed als het druk op de N18 blijft om verbreed te gaan worden en aangepakt te worden. Dat kost veel tijd. U zal, als het goed is, in de woningvoorraad zien dat we met heel veel duurzaamheid werken. U zal meemaken dat de AGEM er komt, de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij, om ervoor te zorgen dat die duurzame energie die we hier met elkaar willen aanjagen en opwekken, dat dat ook eigenlijk een nieuwe economische bron wordt. Want als je slim bent en innovatief bent, kan je heel goed met biogas of met zonnecellen hele goede dingen doen. En dat is ook business. Daar kunnen we ook geld mee verdienen. Het feit dat we er nog steeds zijn bijvoorbeeld en dat we ook de moeite waard vinden om hierover door te praten, betekent in ieder geval dat er zoveel uitkomt dat je drie keer denkt van nou, ik ga er weer eens heen. De kans bestaat dat er binnenkort geen treinen meer rijden op de spoorlijnen Arnhem-Winterswijk en Zutphen-Winterswijk. Dat zei Saïm Dagdelen van CNV Vakmensen in het programma Gelderland Vandaag van Focus TV. Vervoerder Syntus verkeert in financieel zwaar weer.
De aandeelhouders NS en het Franse Keolis verkeren nog in onzekerheid wat ze met Syntus willen. Het niet langer laten rijden van treinen naar Winterswijk is een mogelijk gevolg als Syntus failliet gaat. Vrijdag is een gesprek tussen de aandeelhouders en de commissarissen van Syntus. Als er dan geen oplossing komt, sluit het CNV acties niet uit. Het Lochemse bedrijf Able Life is door VVV Lochem genomineerd voor de VVV Rob de Bes Award. De award is een stimuleringsprijs voor de hele VVV-sector voor ondernemers in de toerisme- en recreatiebranche in Nederland. Able Life is genomineerd vanwege de innovatieve manier waarop invulling wordt gegeven aan de beleving bij het volgen van een fiets- of wandelroute middels een app op de mobiele telefoon. Op vvvlochem.nl kan op Able Life worden gestemd. 27 september wordt de winnaar bekendgemaakt. Able Life is een van de 40 kanshebbers op de trofee. Hou die cameramensen van Focus TV in de gaten, want de volgende keer komen ze bij u langs in een van die business meeting points voor de zaken ZEP. Maar we gaan nu innoveren. Dat doen we altijd al hier met Martin Stor, de directeur van het Achterhoek Centrum voor Technologie. Martin, vertel ons, waar ga je deze week over hebben? Twan, dit keer gaan we het hebben over innovatie in de zorg. Nou, de zorg, daar is echt van alles aan de hand. Dat hoef ik denk ik niet meer te vertellen. De zorg, het is een van de grootste kostenposten als je het negatief wil bekijken. Maar het is natuurlijk ook een van de grootste kansen die er is. Want we hebben in de Achterhoek veel zorginstellingen. We hebben veel maakbedrijven die oplossingen kunnen bedenken voor zorgvraagstukken. En de komende jaren, ja, die kosten die gaan gigantisch exploderen als we niet komen tot nieuwe ideeën, nieuwe producten. En nou, daar ligt de kans voor de Achterhoekse maakindustrie, voor de Achterhoekse zorginstelling. Maar wat daarbij heel belangrijk is, is dat je die oplossingen niet bedenkt van achter een tafel, van achter een tekentafel. Niet denk dus vanuit de technologie, maar denk vanuit de vragen. Dus hoe kun je nou komen tot vraaggestuurde nieuwe ideeën hoe je met zorgoplossingen om kan gaan? Het aardige is dat dat kan. En we hebben daar laatst al een proefje mee gedaan. En dan ga je die zorgoplossingen of die zorguitdagingen, die ga je dan ook eerst maar eens ophalen bij de mensen die het nodig hebben. Ja, klinkt wat vanzelfsprekend, maar je zou ze de kost moeten geven die dat niet doen. En eerst maar eens gewoon een oplossing bedenken voor een probleem wat ze denken dat er is. Dus we gaan een field lab maken. Een field lab, dat wordt in de Achterhoek komt dat tot stand. Het is geen gebouw, maar het is een clubje mensen die dus gaat kijken met bijvoorbeeld sensieren, de mensen die er bij sensieren zijn. Kijken van wat zijn nou de vraagstukken die in de praktijk leven. En dan gaan we proberen daar oplossingen voor te vinden. Ook weer met de mensen die zelf die zorg nodig hebben. De professionals in de regio. We noemen dat open innovatie. Dus hoe kun je nou bijvoorbeeld, we hebben laatst iets gedaan bij een traploophulp. Hoe kun je dus makkelijk de trap op zonder aan de stoeltjeslift te denken. Daar zijn oplossingen voor bedacht. Daar hebben we nu productideeën voor. En dat willen we gaan herhalen. Dus we willen kijken, hoe kun je nou allerlei vraagstukken zijn. Het kan echt van alles zijn. En daar komen we dus later nog een keer op terug. Hoe kun je nou oplossingen bedenken. Het is niet zo dat als je die oplossingen met z'n allen bedenkt, dat je dan ook tot een product komt. Je hebt professionals nodig die vervolgens de ideeën die terugkomen uit de samenleving tot producten om kan zetten. Nou, en die hebben we gelukkig in de Achterhoek. We hebben verschillende bedrijven die zijn heel goed in het bedenken of in het met aangereikte ideeën komen tot goede oplossingen. En die samenwerking, die ga ik de komende tijd vormgeven. Nou, er zijn al wat projectjes gestart. Onder andere, hoe kun je nou komen tot een woning die geschikt is voor zorg en dan vooral ook gedurende de looptijd van de woning. Hè? Dus iemand begint er gezond en wordt wat ouder en krijgt allerlei gebreken, onhandigheden en daar wil je oplossingen voor bedenken. Hoe kun je nou die woning mee laten groeien met de vraagstukken die daar ontstaan? Een ander ding wat we aan het doen zijn, hoe kun je nu met licht proberen mensen gezonder te krijgen? Zo zijn er verschillende voorbeelden van projecten die nu al gestart zijn. Maar we komen met nieuwe ideeën. En ja, blijf op mijn weblog letten, www.azt-nu. En ik zal er ook in deze uitzendingen vaker op terugkomen. We gaan komen met de vraag van denk nou over zorg, zorguitdagingen, vragen, zodat we die kunnen aanpakken met z'n allen. Laatst, en dat is verleden week geweest, is er de bijeenkomst geweest. Hebben we de aftrap gedaan. Toen kwamen er 130 mensen van zorginstellingen, ondernemers bij elkaar om dit te markeren. En we hebben afgesproken dat we daar na de vakantie met een tweede bijeenkomst op terugkomen. En dat we in de tussentijd dat platform in de lucht brengen waarin dus die zorguitdagingen komen en de mogelijkheid bestaat om tot nieuwe oplossingen te komen.
Dus, nogmaals, let op mijn weblog www.azt-nu.nl en daar kun je meer over lezen. Daar is de Achterhoek toch maar mooi mee gezegend met zo'n Achterhoekcentrum voor Technologie en zo'n Martin Stor die de innovatie bevordert en initiatieven en bedrijven en clusters aan elkaar verbindt. Heel goed. Volgende week weer een item met Martin Stor. Aan tafel nog steeds Pieter-Jan Helmink van Logisch. Heel goed, van. Een reclamebureau. Een van de betere in de Achterhoek, laten we maar zeggen, Pieter-Jan. Ja. Fijn dat je er nog steeds bent. Daar straks heb ik nog even met je gehad over het dienstenpakket. Ja. Die hebben we nog niet helemaal uitgelicht. Wat hebben jullie allemaal te bieden? Nou, als je natuurlijk kijkt, hè, je zegt net reclamebureau, communicatiebureau, internetbureau. Dus er zijn natuurlijk veel titels. We hebben er bewust voor gekozen om bij ons te zeggen, we heten Logisch. We willen bouwen aan een merk. Hè, dus niet Logisch communicatiebureau, Logisch reclamebureau of dat soort dingen. Omdat wij vrij breed zijn. Wij zijn in die zin een professionele generalist. En dat betekent dat wij bijvoorbeeld in Achterhoek ook heel veel kleinere, individuele, specialistische clubs hebben. Van vormgevers, van webbouwers. Nou, en wij als Logisch zeggen, wij willen de klant van begin tot eind meenemen. Nou, wat is dat dan? Maar je bent full service. Ja, dat woord. Goed, dat is niet echt een Achterhoeks woord, maar het is wel veel voorkomend in de business. Ja. Maar als ik dan Achterhoek zeg, we doen alles. Ja. Ja, want dat klinkt ook weer zo. We doen alles. We doen alles op het gebied van marketing en communicatie om een klant succesvol te maken. Yes. En dat begint bij strategie. Ik noem dat goed nadenken over wat zijn de stappen? Wat doen we morgen? Wat doen we overmorgen? Op wie richten we ons? Op zijn Achterhoeks niet schieten met hagel, maar met scherp. Dat moet vertaald worden in een creatief concept. Hè? Dus als we een idee hebben, een bepaalde doelgroep willen wij bereiken. Hoe gaan we dat dan doen? We hebben onlangs een hele campagne gedaan of waar we nu dus mee bezig zijn voor bijvoorbeeld Rabobank Graafschap Midden. Voor Briebeskeuken is natuurlijk een trotse klant van ons uit de Achterhoek. Die nemen we dus mee van het idee tot en met de uitvoering. Mm. Nou, en het creatieve idee is print, dus gedrukte media. Dat is internet. We ontwikkelen zelf in-huis websites, webapplicaties. Maar daarnaast ook alle ondersteunende diensten die erbij komen van teksten, vertalingen. Ook om alles professioneel consistent te houden. Zodat we de kwaliteit in één hand houden. Ja. En natuurlijk, dat is breed, maar dan moeten we ook bij aangeven dat we voor de Achterhoek een middelgroot bureau geworden zijn. Met 13 mensen in Nederland en 3 in Duitsland. 3 in Duitsland? Dat moet ik even uitleggen. Ja, Twan. Duitsland, we hebben sinds 1 januari een Duitse reclamebureau overgenomen. Ja, waar zit je dan hier net over de grens of zo? Kleef. Ja? Ja. Even een beetje hetzelfde verzorgingsgebied als wat Doetinchem hier in de regio heeft. Dat komt zo op je pad. Ik heb er al jaren ideeën over hoe we dat daar neer kunnen zetten. Ja. Nou, het heeft voor mij een aantal zakelijke ideeën zitten erachter. Het gebied ligt, ik hoop niet dat veel Duitse kijkers hebben, ligt wat achter qua marketing en communicatie, op met name de MKB-bedrijven. Ja. Dan heb ik het niet over Bonn of over Berlijn, hè. Dat zijn natuurlijk vooraanstaande clubs. Daarnaast wordt op dit moment een hogeschool in Duitsland, of een Kleef, neergezet. Er wordt bijna 100 miljoen euro in geïnvesteerd door Noord-Rijn-Westfalen. Mm-hmm. Ja, en daarin zie je gewoon ook dat daar bijvoorbeeld dadelijk misschien ons tekort aan technische mensen vandaan komt. Dus ja. Wij willen echt regionaal denken. Zit daar nog verschil in de wijze van hoe er omgegaan wordt met communicatie? Ja. Ja, dat is wel leuk. De Duitse collega's. De cultuur en zo lijkt me er iets anders dan bij ons. Ja, dat konden we wel merken met de één logo. Dus zowel voor de Duitse als Nederlandse vestiging. Dus de wat oudere mensen aan de Duitse kant die schrokken van de kleuren. Fel en krachtig. Nou, dat is wat toch ook Nederland is. Dus Duitsers zijn wat rustiger, wat behoudender. Maar ze zijn wel in veel gevallen, kijken ze toch met een beetje verliefd oog naar de Hollanders. Die durven toch maar. En om bijvoorbeeld te geven, een van mijn Duitse klanten stuurt iedere 2 maanden, hij zit in de meubelbranche, stuurt iemand hier naartoe om bijvoorbeeld een blad als de VT Wonen te kopen. Ja. Dan weet hij wat hij volgend jaar voor de Duitse markt gaat inkopen. Dus het is wel anders, ook niet alleen de cultuur, maar ook de manier van communiceren. Okay. Maar is de achterliggende gedachte ook om voor bedrijven die hier in Oost-Nederland zitten, die over de grens willen ondernemen en daar zich ook willen presenteren, om daar dan ook die mensen te kunnen bedienen? Ja. Nou, dat is wel leuk dat je dat inderdaad vraagt. Dat is heel eerlijk te zijn, in eerste instantie niet de opzet geweest. Wij wilden echt een Duitse vestiging voor Duitse klanten. Maar eigenlijk nog voordat wij naar buiten gingen, hebben we nu al 3 klanten, Nederlandse klanten die in Duitsland bijvoorbeeld opereren, die zeggen van, kan jullie Duitse vestiging dat niet voor mij in Duitsland oppakken? En andersom ook. Dus daar gaan we ook meer op inzetten. Dat hebben we zo niet van tevoren bedacht. Maar er is heel veel behoefte aan. Wat is nou eigenlijk het nut van goede communicatie? Voor een bedrijf?
Nou, goed, belangrijk is vooral in deze markt. Hè, wat je ziet is dat als eerste wordt er gesneden in marketing en reclamebudget. Natuurlijk anticyclisch investeren. Ik kan natuurlijk heel makkelijk zeggen. Maar goed, ik begrijp ook als ondernemer dat je natuurlijk gaat kijken. We moeten nu bezuinigen. Maar eigenlijk is het een hele verkeerde zet. Ja. Want juist in een krappe markt, hè, waar dus veel aanbieders zijn in veel markten, moet je je onderscheiden. Ja. Dus je moet je laten zien. Ja. Het is goed voor vertrouwen als je professioneel communiceert. Iets dat laten zien, dat is ook niet iets echt achterhoeks. Hè. Dus daar voel ik me soms ook een soort evangelist. Hè, van jongens, durf te laten zien waar je nu echt goed in bent. Ja. En durf dat ook te benoemen. Okay. En vaak zien we bij ondernemers dat ze helemaal zelf geen goed idee hebben waar ze nou echt uniek in zijn. Ja. En ik kan heel snel aanwijzen, hey, maar dat is uniek, daar moet je wat mee doen. Ja. Nou ben je ook maatschappelijk betrokken, dat weet ik. Je bent ook voorzitter van Young Management. Daar praten we zo dadelijk even over. Dat betekent dat we elkaar ook nog wel eens her en der tegenkomen. En als u nou niet weet waar zal ik de volgende keer eens naartoe gaan om ondernemers te treffen of om goede informatie te krijgen voor mijn bedrijf, dan moet u even meekijken naar de Business Agenda. Young Management Achterhoek houdt op 28 juni een zomerbijeenkomst. Met als titel Wijnproeven en een half uurtje met Martin Stor. Locatie van het treffen is wijngoed Avitera aan de Hartjensstraat in Azewijn. Stor slaat een brug tussen de individuele vraag van een bedrijf naar de kennis omtrent dat onderwerp. Het programma begint om 17:30 en na een rondleiding en een toespraak verplaatst het gezelschap zich naar Zeddam, waar de zomerbijeenkomst wordt afgesloten met een diner. Op www.achterhoek.jongmanagement.nl staat meer informatie. Leden van Berkeland in Bedrijf gaan op donderdag 12 juli op bezoek bij Thoma Bedrijfsmakelaars. Hier vindt namelijk de tweede Berkelborrel van dit jaar plaats. Meer informatie over deze borrel in Lochem vindt u op de website van Berkeland in Bedrijf. U kijkt nog steeds naar Business Update, het programma over bedrijven en ondernemers. Aan tafel zit nog steeds Pieter-Jan Helmink van Logisch in Doetinchem en Kleef. Dus ook, dat weten we nu. Maatschappelijk betrokken had ik het daar straks over. Je bent voorzitter van Young Management. Ja. Waarom ben je dat eindelijk gaan doen? Even Young Management Achterhoek. Ja. We zijn een landelijke organisatie natuurlijk. Dus ik ben van de gedeelte in de Achterhoek mag ik voorzitter zijn. Waarom ben je dat gaan doen? Ik ben jaren geleden destijds door Antoine Meijer van Fokko Meijer, gelijknamig bedrijf in Doetinchem, gevraagd om lid te worden van een club, zeg maar, als startende ondernemer of als jonge ondernemer. Ja. Om persoonlijk te groeien. Hè, en ook zakelijk. Nou, ik kon een heleboel leren. En daarmee had jij contacten met andere jonge ondernemers en managers? Nee. Ja, natuurlijk. In het zaken, in je normale circuit wel. Dus bekenden en vrienden van mij die ondernemer waren. Potentiële klanten waar je dan bij komt. Maar niet, nee, eigenlijk te weinig. En dat is me eigenlijk heel goed bevallen. Dat ik zeg maar heel erg actief in de club ben geworden. En eigenlijk doorgeroepen ben van daarna bestuurslid. Of mijn huidige functie, dat ik voorzitter mag zijn van Young Management Achterhoek. Ja, een van de bijkomstigheden is dat je dan ook als auditor toehoorde aanzit bij de bestuursvergaderingen van VNO-NCW Achterhoek. Hoe weet jij dat? Gek is dat. Ja, goed, daar hoeven we natuurlijk niet gek over. Nee. Daar kennen we elkaar zeker van. Ja. Omdat dat ook een van mijn functies was voordat ik mijn huidige baan had, zeg maar. Maar hoe vond jij dat om daar aan te zitten en te horen hoe andere ondernemers zich inzetten voor het belang van ondernemers in de regio? Nou, wat ik heel erg positief, top wilde ik bijna zeggen. Ik merk ook dat in heel veel gebieden in Nederland, zeg maar, dat is, maar ook nog heel veel gebieden niet. Dus de samenwerking tussen Young Management, of het convenant eigenlijk tussen Young Management en VNO-NCW. Wij zijn de VNO-NCW-leden van de toekomst. Hè? Young Management is tot 40. En ik merk dat ik ben ook lid. Ja, ik ben ook lid. Ik ben ook lid van VNO-NCW daarnaast nog. Merk ik dat de VNO-NCW heel erg bezig is met belangenbehartiging. Problemen voor volgend jaar al benoemen en daar platformen richten jullie op om onder problemen voor de regio om te zetten naar kansen. Ja. Maar wij als Young Management leden, ik breng bijvoorbeeld mijn auditorschap, breng ik in ieder geval in onze bestuursvergaderingen, maar ook waar ik kan bij onze bijeenkomsten, breng ik de belangrijke punten, stel ik aan de kaak. Nou, en dat merk ik dat vooral veel Young Management leden eigenlijk geen idee hadden wat VNO en weer allemaal doet. Dus alleen daarvoor al is het goed. Communicatie en contacten, heel belangrijk. Ja, dat over toekomst. Maar je hebt zelf natuurlijk ook een beetje meegewerkt aan de toekomstige generatie. Want je bent net vader geworden, hè? Ja. Hoe bevalt dat?
Ja, maar goed, alle superlatieven, zoals het zo mooi heet, zijn waar. Hè? Dat, ja. Het is het verandert. Een beetje combineren met je bedrijf, want als ondernemer ben je toch heel erg druk. Ik vind van wel, mijn thuisland soms wat minder. Nee, het is laveren. Hè? Het is je hele leven staat op zijn kop. Je wil er toch zijn. En wat ik wel heel erg leuk vind, als ik de wat oudere generatie ondernemers hoor. Mijn vrouw heeft de kinderen opgevoed. Of ik was er bijna niet. Ja. Zelfs mijn eigen vader heb ik dat wel eens horen zeggen. God, ik ben eigenlijk heel veel stukken, dat weet ik eigenlijk niet goed meer. Ja, dat is met de moderne vader, noem ik het maar even, de ondernemende vader. Ja, is dat wel eens laveren en een uitdaging om overal voldoende tijd en aandacht aan te geven. Oké, blijf rustig zitten. We gaan naar ons volgende item. De adviestip van Bonze Reuling, accountants en belastingadviseurs. Als u een auto van de zaak ter beschikking gesteld krijgt, gaat u pas een bijtelling wegens privégebruik betalen als u meer dan 500 kilometer privé rijdt met deze auto. Woon-werkkilometers worden hierbij gezien als zakelijke kilometers. Een van de maatregelen uit het lenteakkoord is echter dat woon-werkkilometers met ingang van 1 januari 2013 zullen worden gezien als privékilometers. Hierdoor zal veel vaker een bijtelling wegens privégebruik auto van de zaak van toepassing zijn. Er komt wel een overgangsregeling voor bestaande situaties van voor 25 mei 2012 en er zal in die situaties een lagere bijtelling van toepassing zijn. Ook is onlangs bekend geworden dat de Tweede Kamer pas definitief gaat beslissen over deze voorstellen na de verkiezingen. Dit betekent echter geen afstel. Mijn tip voor u is: houd deze maatregelen goed in de gaten en probeer waar nodig straks op tijd maatregelen te nemen om te voorkomen dat u na 1 januari 2013 met een hoge bijtelling geconfronteerd wordt. Dat was hem weer een aflevering van Business Update. Ik hoop dat u het leuk vond. Ik hoop ook dat mijn gast aan tafel het leuk vond. Zeker. Pieter Jan, bedankt voor de komst hier naar de studio. Bedankt voor de uitnodiging. Veel succes nog met jouw fantastische bedrijf. Logisch, hier in Nederland, maar ook in Duitsland in Kleef. Mooi nieuw logo heb je gekregen. We gaan ervan genieten. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel, Twan. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende week bij een nieuwe aflevering van Business Update.